Hi allemaal en super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. De eerste video voor 2020 alweer. Maar we zijn eerst nog even een kleine tussenstop met opgemaakt van december van 2019. Het is een flinke mand, dus laten we maar snel beginnen. Het eerste wat ik eruit haal, dat is de Dolph Nurturing Secrets Body Wash. Met avocadoolie en calendula extract. Geen idee hoe ik het Duits spreek. Een hartstikke lekker douchegel. Ik heb de shampoo en de body lotion nog in gebruik. Die zijn ook bijna op. Dan nog een grote verpakking. De Garnier Skin Active Micellair Reinigingswater. Delicate huid en ogen. Reinigt, verwijdert make-up en verzacht. Deze was, als ik me niet vergis, ook voor waterproof. Ja, ook voor waterproof. Langhoudend van het gezicht, lippen, ogen. Gewoon schudden voor gebruik. En alles. En deze is dan ook geschikt voor mensen die contactlenzen dragen. Draag ik zelf ook, maar met het soort dat ik heb durf ik het niet aan om dit te gebruiken terwijl ik mijn lens nog in heb. Die zijn namelijk best heel erg gevoelig. Nou, een pakje van de kruid wat wattenschijfjes. Gewoon degene die ik altijd heb. Sensitive. Prima, geen idee nog meer van inlichten. Ja. Even een beetje graaien. En ik kom een tweede pakking tegen. Van kruidvat heb ik de gezichtsreinigingsdoekjes opgemaakt. Dit is de oude formule. Ik had het bij de vorige video al gezegd dat ik met het opruimen nog een van de oude formule tegenkwam. Hoe herken je de verpakking? Eigenlijk vrij simpel. Op deze manier. De oude en de nieuwe. Dus die gaat zo weer terug de zak in met de rest. Dus. En aangezien ik gewoon meer ervan heb liggen, zegt van hoe fan ik ervan ben. Datzelfde geldt voor deze, de kruidvat scrub gel. Voor alle huidtypes, zachte peeling, jojoba, beans en bamboe extract. Dit is mijn tweede die ik opgemaakt heb. Gewoon een scrub voor het gezicht. En mijn derde staat alweer in de badkamer. Dat zegt echt genoeg. Dan heb ik ook een make-up product, een soort van opgemaakt. De Essence Lash & Brow Gel Mascara. Nou, zoals je kan zien is die nog niet leeg. Maar hij is van alle producten is hij gewoon zo donker geworden. Dat ik echt iets had van, oké, ik heb vakantie. Dan draag ik het toch niet meer. Ja, en je ruikt het zelfs erin. Dan kan je gewoon echt wel zeggen van 100% vertrouwen. Dat doe ik het niet meer. Dus je gaat gewoon weg. Nieuwe ligt alweer klaar. Dan heb ik een product uit de adventskalender van Essence. De Let the Magic Begin badbom. Een hele fijne badbom. Dramatische verpakking. Dit, prima. Dan zat hij nog in een plasticje hier. Geen probleem mee als je nagels wil slopen. Bizet doet wonderen. En dan zit hij nog ingezield in nog een plasticje. Dat ik echt iets heb van, ik weet niet hoe lang ik bezig geweest om dat ding uit de verpakking te krijgen. Maar ja. Bad was wel echt super lekker ermee. Dus dat is wel een positieve. Dan vis ik nog een product van Dolph eruit. De Dolph Mineral Touch Deo. Dit is met zeemineralen. Geen alcohol. Bla bla bla. Als je weet ben ik op het moment dat ik de deur uit ga fan van Dolph Deo. En met deur uit bedoel ik niet een dag dat ik vrij ben en praktisch alleen thuis zit. Dan gebruik ik een deo die minder sterk is. Anders zijn deze voor mij prima. Dus gewoon met een schooldag of je gaat even naar de winkel of iets dergelijks. Dan heb ik van de Body Shop de Almond Milk & Honey Body Butter voor Sensitive Dry Skin. Die is echt helemaal op. Super lekker. En daarvan had ik ook nog handcreme opgemaakt. Beide komen uit de volgens mij adventskalender van vorig jaar. Of toch 2018. Want ik koop de producten van de Body Shop eigenlijk niet los.
Want ik kom en niet vaak in de buurt van de winkel. Te Gouden hebben we geen winkel, jammer genoeg. En voor één of twee dingen die je online bestellen, ben je toch wel vaak duurder uit. Deze komt wel uit de adventskalender van 2019. Ook van de Border Shop. Drops of Yonked Concentrate Sheet Mask. Met drie planten, stamcellen. Nou, dit is dan gewoon echt een Refresh Bouncer Healthier Sheet Mask. En de concentrate die hierin zit, die heb ik nu ook in gebruik als los serum. Want het staat hier ook op de achterkant. Wacht even, staat er nou? Oké, dat had ik nog niet gezien. Ik gebruik hem 's avonds. Terwijl hier staat, use morning and evening before your moisturizer. Voor het serum. Dat ik echt heb van, oeps, ik gebruik hem één keer per dag. Dan verklaart hem op. Maar het is wel echt een heel fijn serum. Dat moet ik wel bij zeggen. Het zit hier ook in. En het is gewoon echt super fijn. Beetje plakkerig. Maar ja. Als we dan toch over maskers hebben. Dit was de kwast die ik altijd gebruikte. Van de HEMA. Officieel gezien een foundation kwast. En zoals je ziet. Heeft hij het begeven. Ik heb hem ooit al een keer gelijmd gehad. Maar nu is hij gewoon echt overleden. Want als je met nepnagellijm zo, dan nog los schiet, dan is het echt einde verhaal. Ik heb een nieuwe besteld. Die had eigenlijk ongeveer begin december binnen moeten komen. Want bij PostNL kan je tegenwoordig ook instellen dat je kan zien wanneer de post komt. Nou, ik heb de verpakking van gezien, nog steeds niet binnen. Dankjewel, PostNL. Dus maskers aanbrengen is gewoon voor mij nu om te janken. Want hiermee gaat het niet. Dus dan grijp je toch sneller naar de sheet mask. Niet een heel moeilijk echt probleem of zo. Maar als je echt een goed diepreinerend masker wil aanbrengen. Wat voor mij de sheet mask dus niet echt altijd zijn. Maar gewoon echt zo'n hele diep, zware, klein masker. Geef maar alsjeblieft een kwast. Maar ja. En dan heb ik nog eentje van skincare opgemaakt. De Olaz Regenious Luminizing Skin Tone Perfect Serum. Ik had die van twee verpakkingen openstaan. Zou je echt denken van twee? Ja, deze gebruikte ik voor mijn gezicht. En ik heb er ook nog eentje die ik gebruik voor mijn voeten. Zou je echt denken, waarom gebruik je serum voor je voeten? Nou, zoals de naam al zegt, dit is een Skin Tone Perfect Serum. Deze is eigenlijk voor als je wat ouder bent. En ja, ik zit op deze verpakking aan te tikken. Want deze is huidtint perfectionerend serum. Het werkt eigenlijk een beetje voor de pigmentvlekken. Nou, niet dat ik dat heb in mijn gezicht. Maar ik had wel een paar moeivlekjes. Die zijn gewoon echt verdwenen met dit. En op mijn voeten heb ik ter gevolg van huiduitslag toen ik in de zorg zat met een paar dagen achter elkaar verzopen schoenen. Regen plus mensen douchen. Heeft soms de leiding dat je schoenen verzopen zijn en niet kunnen drogen. Dus je gaat daarna weer met droge sokken in zegnatte schoenen. En dat 3 dagen achter elkaar heb ik daarvan pigmentvlekken op mijn voeten gekregen. En het gaat nog wel even een tijd duren. Ik heb ook nog een reserve liggen ervan. Maar dit lost het wel gewoon langzamerhand op. Dus op dat punt, het is prijzig, maar het werkt. Voor mij tenminste. Nou, de maskers komen zo meteen wel, want het zijn echt een hele hoop. Van Essence heb ik de All About Matte Oil Control Papers opgemaakt. Ik had op een gegeven moment dat die leeg was. Dus ik had er iets van balen. En toen kwam gelukkig uit de adventskalender een nieuw pakje. Yes! Ik heb weer. Dan heb ik nog een verzorging. Ook uit de adventskalender van 2018. Het is officieel van Max Brands, maar het wordt verkocht onder meer de naam van Spa Exclusief. De Caring Day Cream, Butterfly Spirit, Treasures of Asia, echt een mondvol. Mini van 30 ml. Deze lijn vind ik wel gewoon echt prima. Vrij neutraal, geur is wel oké, dus dat. Dan heb ik, en dit is echt
super oud. Wie al heel lang producten van Essence gebruikt, zal het misschien herkennen. Dit is een nagelvel uit een hele, hele oude limit edition. Namelijk van de Cookies and Cream. En ik weet niet precies in welk jaar dat die kwam. Maar ik denk wel bijna het begin van mijn blogperiode. En aangezien ik al 5,5 jaar blog, is dat lang. Ik denk dat ik misschien net een jaar bezig was. Zoiets. Maar dit was dus de nagelvel die ik al die tijd in mijn tas had. Als je nagel afbreekt of scheurt of je hebt een haal of wat dan ook. Een nagelvel bij je hebben is ideaal. Zeker in zo'n verpakking. Omdat je haalt hem eruit en hij beschadigt niet. Maar hij is gewoon echt op. En elke keer was het, je kan wel losse kopen, maar je kan er weer niet in omdat ze net in het rood zijn. En ook bij deze, ik heb hem kunnen vervangen vanwege de adventskalender. Thank God. Dus ja. Dan heb ik een mini parfum opgemaakt. Van Giorgio Armani, Tifori, Eau de Parfum. Hartstikke lekker geur, vrij sterk. Dus echt, nou ik heb hier best wel een week of zo mee gedaan. Terwijl het 1,2 ml is. Want sommige doe je echt veel korter. Dan heb ik 2 lipbalsems opgemaakt. En dat is dan alles voordat we overgaan naar het maskerfestijn. Om te beginnen, degene die ik altijd opmaak. De Kruidvat Classic Lip Balm. Wat valt daar nog over te zeggen? En dan heb ik van Labello de Vanille Buttercream opgemaakt. Dat is de gouden verpakking. En die ruikt gewoon naar vanille. En hij zorgt super goed. Ik gebruikte deze standaard als ik ging slapen. Maar bij die ander is het toch net zo dat je tussendoor wakker wordt vanwege droge lippen. Of tenminste, je wordt wakker omdat je naar het toilet moet en je komt achter je droge lippen. Bij deze totaal niet het geval. Tegendeel zelfs, ik moest hem af en toe de ochtend daarna gewoon afschuren. Omdat het gewoon opgedroogd was. En dan heb ik nog een stapel met maskers. Ik ga even beginnen met waarvan ik de meeste heb. Dat zijn één dezelfde. Dat zijn deze. Dat is de Life Care, oftewel officieel gezien de Mascot Europe Life Care Charcoal Pore Strips. Gewoon te krijgen bij de Action. De reden dat ze alle 4 op zijn is niet omdat mijn neus vol met acne zat ofzo. Maar vanwege de houdbaarheid. Ik was alle maskers gaan uitzoeken op de houdbaarheid. En dan kom je opeens dit tegen. Ja, dan moet het wel op. Het was trouwens al te merken dat ze tegen de datum aanliepen. Verder heb ik ook nog, ook van Mascot Europe, de Cucumber and the Eye Pads opgemaakt. Ik heb hiervan ook tussendoor al een nieuw pakje bij de Action gehaald. Ook super fijn. Deze had ik ook deze maand, in december, tussendoor gekocht. De Gold Lip Mask, Hydro Teeth and Shoot. Ook van Mascot Europe. Deze had ik bij anderen gezien. Want zelf heb ik nog een paar liggen. Van de rode versie. Deze is ook namelijk Hydrate & Shoot on Natural Base. Staat hier niet bij, maar verder. Dit is een doorzichtig masker wat je op je lippen doet. Deze is goudkleurig. Mijn werking is hetzelfde, mensen. Dat ik echt iets heb van. Juist. Er staat ook gewoon bij dat je het 15 tot 20 minuten erop moet houden. En de ingrediënten. Ja, deze lijst is, als ik zo in eerste instantie kijk. Ja, deze is echt veel langer. Deze houdt op bij parfum. En er zitten hier nog CI-nummers. En nog 2 dingen dat ik echt heb van wat de hel is het. Maar ik ervaar exact hetzelfde. Dus ja, dat schiet ook niet echt op. Dan heb ik een masker van Scene, oftewel van Lidl, opgemaakt. Dit is zo'n hydraterend moisturized masker met komkommer en aloe vera. Zou je echt denken van, oké, je had over kwast. Bij deze niet nodig. Dit is een masker dat je op gezicht aanbrengt. Het trekt bijna volledig in de huid. Als je echt een last hebt van droog huid, is dit echt perfect. En wat overblijft na de 10-15 minuten,
pak je een tissue en dat haal je eraf. En dan blijft er een lekker verzorgd laagje achter. Dus dat werkt echt fantastisch. En van Dr. Van der Hoog heb ik de Luxury Loaded Litsy Scrub Masker Exfoliëerd en Diep Reinigend opgemaakt. Voor deze heb je ook geen kwast nodig vanwege de scrubdeeltjes. Dat is echt mega fijn. Dus dat is dan alles wat opgemaakt is. Dan heb ik nog even een klein ding om mee te geven. Deze video komt natuurlijk nog online terwijl mijn winactie loopt. Er is dus een winactie op het moment op mijn blog. Dus neem zeker even onderin bij de beschrijving. Zal ik nog even het linkje extra plaatsen. Neem er zeker een kijkje. Dus ja. En misschien ben je dan wel de winnaar van een hele leuke doos. Een losse foto van de producten staat er niet bij de winactie. Omdat erbij voor extra kansen heb ik een link met alle Instagram foto's. Dus daar kan je de producten zien. Niet alles. Sommige dingen zijn nog even een geheimpje. Ook al staat er wel bij wat. Maar dat is dan een zelfgemaakte sleutelhanger. Er staat ook een miljoenheid waarop. Dus in elk geval bedankt voor het kijken. Doe zeker een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Dag!